Tevreden met het resultaat gezien het wedstrijdverloop? Ja, ik denk wel uiteindelijk wel terecht. 1-1. Nogmaals, eerste helft had ik liever op 1-0 voor gekomen natuurlijk. Met Van der Beek volgens mij en Hakim, mooi schot. Maar goed, dan kan je 1-0 achter. En ik zei het een beetje omdat je dan meer uit hun schuld moet kruipen natuurlijk. Juventus, dat gebeurt niet. Gelukkig scoor je dan gelijk naar de rust heel snel. En ik denk uiteindelijk wel terecht 1-1. Ja. In de slotfase heeft Ajax kans op een 2-1 overwinning. Maar ze hielden de boel achterin goed dicht. Eigenlijk gaven ze één klein kansje weg aan Douglas Costa. Maar verder niet. En tegen Real Madrid ging het fout in de slotfase. En ook tegen Bayern München kreeg Ajax 2 treffers tegen in de laatste 10 minuten. Maar dat zat er nu niet in voor Juventus. Dus wat dat betreft hebben ze wel geleerd. En ja, met 1-1 lijkt een redelijk gevaarlijke uitgangspositie. Ook omdat je daar moet scoren. Maar ja, ik denk dat er heel veel mogelijk is voor Ajax, ook in Turijn. Ik denk dat Ronaldo de eerste helft een metertje of 400 gelopen heeft, of niet? Ja, maar dat is ook een kwaliteit dat hij uiteindelijk van die 420 gemaakt. En dan scoort natuurlijk voor de rust. En ja, tuurlijk, misschien zag je hem niet, maar hij scoort wel die 1-0. Maar Joël Veldman, zeker als je ziet waar hij vandaan komt, heeft hij uitstekend verweer geboden. Ik ben alleen benieuwd, wat gaat Ten Hag doen met het wegvallen van Tagliafico? Gaat hij de hele verdediging omgooien of zegt hij gewoon, nou, Mazraoui komt terug uit de schorsing. Die zet ik gewoon linksback, want die heeft eerder ook al een keertje linksback gespeeld. Die kan dat. Dat ligt eigenlijk voor de hand. Want ja, ik denk niet dat je met Magalan moet komen of allerlei andere kunstgrepen. En het centrum met Daley Blind en Matthijs de Ligt speelde ook uitstekend. Dus ja, ik denk dat de oplossing zal liggen bij Mazraoui op links. De deksels en de rest, die maakt het weer volledig waar vandaag. Die begint aan een weergaloze rust natuurlijk. En tussen drie Italianen schiet hij de bal met rechts geweldig in de verre hoek. Ja, die is gewoon in een bloedvorm. Dat hebben we gezien bij Ajax en ook bij het Braziliaanse elftal. Ja, die is wel even een naam aan het vestigen in Europa. En voor hem kan dat natuurlijk heel profijtelijk worden na afloop van het seizoen met een eventuele transfer. En dat is toch een hele andere transfer die hij gaat maken dan afgelopen winter. Dat hij naar China kon, dan kan je wel je zakken vullen. Maar ja, sportief heb je daar niets te zoeken. En het blijkt nu dat Neres gewoon de Europese top aan kan, bewijst hij met Ajax.